In een overvolle perszaal op de Hertgang presenteerde PSV maandagmiddag het nieuwe drietal. Gaston Pereiro, Davy Prupper en Maxime Lestienne. Het trio kreeg hun PSV-shirts uitgereikt van Mr. PSV Willy van der Kuilen, Mark van Bommel en Luc Niels. Ja, hartstikke blij. Natuurlijk, mooie start voor mij. En, het hing al even in de lucht inderdaad, maar uiteindelijk is het wel heel snel gegaan. Ja. Bonjour Maxime, bonjour! Wat moeten we van dit trio gaan verwachten? Nou ja, dat is nog even de vraag. Hè. Lestienne moet Memphis Depay zien te doen vergeten. Nou ja, dan zal hij toch het beste seizoen uit zijn loopbaan moeten draaien om dat te laten lukken. Pereiro, ja, die zal misschien nog best wel even wat aanpassingsproblemen hebben. Dat is een jongen die komt uit Uruguay over. Nou, eens even afwachten waar hij precies terechtkomt in dit elftal. Maar in principe is hij bedoeld voor de rechterkant voorin. En hij kan op het middenveld spelen. Dus ja, daar moet hij dan ergens een plek gaan vinden. Nou ja, dan hebben we nog een speler, Davy Prupper. Die moet Jorginho Wijnaldum doen vergeten. En ook dat is natuurlijk niet zo makkelijk, want Wijnaldum was in de Eredivisie echt een zeer bepalende speler. Prupper was dat bij Vitesse, goede middenvelder. En die moet natuurlijk nu een stap gaan maken om Wijnaldum inderdaad te doen vergeten. Ja, ik heb al een paar keer gezegd dat ik het op mijn eigen manier zal invullen. Ik lijk... niet zo op Wijnaldum, denk ik, als iedereen zegt. Het zijn wel al drie gelijk basisspelers. Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Ik denk dat Lestienne zeker zal beginnen voorlopig als linksbuiten. Prupper zal ook op het middenveld beginnen. En ja, even afhankelijk van hoe Narsing presteert, wat er op middenveld gebeurt, wat de plaats van Pereiro wordt. PSV maakte maandagmiddag ook de nieuwe rugnummers bekend voor komend seizoen. Davy Prupper gaat spelen met nummer 6. De oude eigenaar van het nummer, Adam Maher, speelt met het oude nummer van Wijnaldum, de nummer 10. Maxime Lestienne krijgt nummer 16. Opvallend is dat er nog geen nummer 3 is toegekend. PSV reserveert dat nummer hoogstwaarschijnlijk voor een nog aan te trekken centrale verdediger.